Nou, wij van Horeca Live merkten dat veel horecaondernemers de back-office van hun zaken niet echt belangrijk vinden. Of in ieder geval de focus niet daarop leggen. Nou, wij zijn gaan kijken of wij daar iets aan kunnen gaan doen om voor hen toch de besparingen te gaan realiseren die mogelijk zijn. Ik ben zo'n 8 maanden geleden ingestapt in 2 restaurants in Amsterdam. En wij zijn vanaf dat moment gaan kijken hoe wij de kosten konden besparen. In eerste instantie zijn we naar het personeel gaan kijken en al snel ook naar de back-office. En wij liepen al snel aan tegen de jongens van Horeca Live. Wij zijn daar lid van geworden en hebben op dit moment vuilverwerking en payroll afgenomen. En ik kijk dagelijks naar de nieuwtjes op de site. Ja, sinds de crisis ben ik bezig om geld te besparen met mijn 2 restaurants. En via Horeca Live ben ik achtergekomen dat het heel makkelijk gaat via afval en betalingsverkeer. Daar heb ik ineens naar gekeken en ik heb rond de 6.000 euro bespaar ik per jaar. Nou, dat heeft me 5 minuten gekost om in te schrijven en ja... Perfect. Ik heb eigenlijk sinds een aantal maanden doe ik zaken met Horeca Live. En het kwam eigenlijk een aantal mensen die ik van Horeca Live kende mij op attendeerden toch een keer de verzekeringen na te kijken. En tot mijn grote verbazing scheelde me bijna 1.000 euro per maand. En daar was ik eigenlijk toch wel heel erg verrast over. Nee, we zijn op een gegeven moment ook gaan kijken naar andere dingen zeg maar, dan verzekeringen. Omdat je toch erachter komt dat je heel veel geld kan besparen. We zijn met Horeca Live een aantal dingen gaan doornemen, waaronder vuilverwerking. Met een partner van Horeca Live zijn we toen gaan kijken hoeveel we zouden kunnen besparen. En dat scheelt ongeveer 400-500 euro per maand. Dat is een serieus bedrag. Je hebt het over ruim 5000 euro. Plus, je krijgt meer kwaliteit. Want het is ook nog een keer zo dat vuilnisbakken elke keer schoon opgeleverd worden. En dus je krijgt meer kwaliteit voor minder geld. Daar waren we toch wel verrast over. Dat is iets wat we natuurlijk al bij elkaar 12 jaar doen. Waar we nog nooit naar gekeken hadden. En aan de hand daarvan zijn we eigenlijk verder gaan kijken ook naar andere dingen. En op dit moment zijn we aan het kijken of payroll net zo interessant is. Het lijkt erop dat het eigenlijk hetzelfde geval is. Dus ja, wij werken heel graag samen met Horeca Live.